Dan hebben we er eentje verraden. Een eentje verraden van gisteren. Nou, nogmaals, hè, ook als jullie ons filmpje gisteren gezien, of misschien heb je het niet gezien. Vandaag is het alweer een nieuwe vraag namelijk. Maar, we hebben hier artwork hangen. Heb jij, of kan jij artwork zelf maken? Weet je iets cools voor op onze muur? Stuur het op naar het mailadres hieronder. En wij gaan het hier ophangen, mensen. En we vroegen ons af of jullie kunnen raden wat hier hangt. Ja, die weet je wel. Kom. De vraag van vandaag. We hebben allemaal wel eens een game gespeeld. Helemaal te gek. Maar hij valt toch een beetje tegen. Achteraf. Wat zou je willen redesignen aan welke game? Zodat hij toch net weer dat is. Hoep hoep. Vertel, Carlo. Wil je mij eerst laten gaan? Oef. Nou, ik denk dat ik het al weet. Ik heb heel veel in een free-to-play gamewereld rondgehangen. Perfect World International. World International? Ja, een soort van... Dat klinkt alsof een of andere combinatie tussen Soccer Star International en een of andere RPG game. Nee, verder van. Het is een beetje een, noem het een rip-off van World of Warcraft. De free-to-play variant, alleen free-to-play, en dat is nou net wat ik zou willen aanpassen. Ze zijn zodanig veel op de inkomsten overgegaan op een gegeven moment, om toch dat geld te genereren, dat overal markten stonden en alles werd steeds duurder als je wat extraatjes wilde kopen. Yep. Hè? Dus dat zou een tandje minder mogen. Dat zou ik aan willen passen. Maar puur voor die game, want dan zou ik dat eerder aanpassen voor heel veel games. Dat gezeik met het betalen. Nou, zelfsprekend. Okay. Maar deze is wel extreem. Ja? Dat je met heel veel plezier gespeeld hebt. Ja, op een gegeven moment werden er zoveel, het begrip is wellicht wat vreemd dan, maar kitty shops opgezet. Dat zijn spelers die hun waren verkopen. Er werden zoveel kitty shops opgezet. Het is heel erg Japans dit. Ja, dat is het ook. Ja, dat is het Koreaans is het. Hello Kitty. Koreaans. Maar goed. Er werden zoveel van die shops opgezet dat zodra jij in de grote stad Argos kwam, dat je games ongeveer vast liep. Terrible. Dus dat is een leuke game, een hele vette game. Iets minder kill quests, grind quests. Ja, stop met die fucking kitty shops. En of maak het gewoon wat goedkoper. Maak het goedkoper, net wel. Ja, ik vind het moeilijk, want ik speel niet heel snel een game die ik niet echt wat aan ga vinden, om zo te zeggen. Maar dat ik heb wel leuk. Ja, maar ik heb het wel met een paar games gehad, die heb ik inderdaad. Toen heb ik een collectie toegevoegd en die heb ik gewoon nooit meer aangeraakt. Omdat het toch inderdaad niet was zoals ik verwachtte. En een goed voorbeeld is vroeger, voorheen had je heel veel goede Need for Speed titels. Mm-hmm. Toen het gewoon Need for Speed 1, ja. 2, 3 en noem maar op. Dat waren echt hele goede titels. En de laatste jaren zijn het echt verschrikkelijke titels aan het worden. We moeten vernieuwen, vernieuwen! Vernieuwen, vernieuwen. Nou was er wel nog eentje, daar ben ik de naam er even van kwijt op de Xbox 360 en PlayStation 3. Iets met The Chase of zoiets. Ik weet het helemaal kwijt. Sorry guys. Ja, dat je dus, je moet van punt A naar punt B, omdat je een courier bent. Je moet die auto afleveren. Die was echt super gaaf. Daar heb ik echt heel veel lol mee gehad. Toen kwam daarna weer een deel. Dat zei, ja, maar we gaan het baseren op de oude echte Need for Speed met politie, helikopters, matten, spijkermatten. Het was het niet geworden. Mm-hmm. En nu komt een nieuwe Need for Speed waarmee ze de serie willen rebooten, zeggen ze. En ze hebben al zoveel commentaar gehad, want als jij niet online bent, kan je de game niet spelen. Ook niet singleplayer offline, zeg maar. Want er is geen offline. Of er is wel offline, maar je moet online zijn. Ja, maar... En dat is dus dat gezeik dat Microsoft overigens gaat met die Xbox toen de tijd. We weten het allemaal, E3, blablabla. We hebben naar de fans geluisterd, direct teruggedraaid. Weet je, top. En dan komen hun met de Need for Speed, dus hun, de ontwikkelaar komt met de Need for Speed game. Hoe dan? Als je niet bestuurt voor je hebt een klote internetverbinding. Ze leren niet van elkaar. Nee, ze leren niet van. Je hebt een klote internetverbinding. Of je bent net verhuisd en je hebt nog geen goed internet. Of weet ik veel wat het excuus kan zijn. We zijn ook. We hebben behoorlijk privilege in Nederland. We hebben een heel goed stabiel internetnetwerk. Het beste van de wereld zelfs. Wij halen de hoogste snelheden. Dat is mijn een Need for Speed titel. Eigenlijk bijna allemaal, behalve die Chase ding van de laatste tijd. Dat is mijn antwoord. Ja. Wat is jullie antwoord? Toch? Ja. Nou, dan willen wij. Wat willen wij? De duimpjes omhoog. Precies. Yes. Hey, tegelijk. Eindelijk. Oh ja, en comments. En? Subscribe. Abonneer op ons kanaal. Stuur ons artwork in.
Stuur ons vragen in. Zie je? Artwork, vragen, allemaal. Hoppie. Dankjewel. Ciao. Bye bye. Hoop.